Nou, de keeperstrainer van ADO die loopt naar die vierde official toe. En die zegt dat ik geen schermschermers draag. En, ik moet naar de kant of ik krijg geel. Dus ik ging snel mijn schermschermers aan doen. Je had ook geen schermschermers om. Waarom niet? Ja, ik speel 10 jaar zonder schermschermers. Dus nu ook niet. Maar dat mag toch niet? Ja, ze controleren niet. Dus ja, ik vind het fijn om zonder schermschermers te spelen. Dus ik speel zonder schermschermers. Heb je daar een reden voor? Is er een keer wat gebeurd of zo? Of je het gewoon niet lekker voelen? Nee, ik hou er niet van. En of ik nou met zulke kleine, dunne schermschermers speel of zonder. Ja, ik speel 10 jaar zonder en ik ben er nooit gecontroleerd. Dus ja, ik vind het fijn zo. Ja. Wat vind je van die actie van ADO? Ja, ze proberen alles te doen om te winnen. En ja. Dus die keeperstrainer die zei tegen de vierde official van ADO van hij heeft geen schermschermers om. Ja, ik vind het zielig, maar dat is mijn mening. Maar goed, ja. Ja. Toen moest je ook nog een tijdje stilstaan langs de kant, hè? Maar je mocht er niet in. Ja, ik dacht dat ik er weer in mocht, maar als de bal aan de andere kant is. Maar de bal moet eerst uit geweest zijn, hoor ik later, voordat je erin mag. Ja, dat was volgens mij voor mijn gevoel 10 minuten dat ik daar aan de kant stond. Ja. Maar goed, ja. Vervelend moment. Ja, dus nu moet je vanaf nu met scheendekkers gaan spelen. Want je kan het voorstellen dat ze volgende week gaan controleren. Ja, ik denk het nu wel, ja. Ja, kijk, ik vind het niet erg hoor, maar ik vind het gewoon fijner om zonder te spelen. En dat ik al 10 jaar zonder speel, dat zegt al iets over... Ja, over de scheidsrechter die dat checken. Dus,